Beste kijkers, het is weer zover. Het Bergjournaal is er weer van vrijdag 5 augustus. En het is lekker weer buiten waarschijnlijk. Althans, op de dag dat we het opnemen natuurlijk. En we beginnen vandaag met een aankondiging van theatergroep Net Echt. En die gaan op 3 september een unieke voorstelling geven. Namelijk Café Amsterdam. Slavendrijver. Zeg, Lucas, heb jij soms bij de handjes gegeten vanochtend? Pindhandjes? Ja. Nee, die eet ik 's morgens nooit. Ik eet 's morgens altijd een bordje briet met erin gekleurde hagelslag. Eet jij dat ook altijd? Ja, en 's middags ook. En 's avonds met gestampte muisjes. Nou goed, nou gaat aan je werk. Goh, voor me, sorry. Ja. Ramenzemen. Ramenzemen, ja. Ja, dat is een goed idee. Toch, tante Dol? Nou, mijn raam heb ik geen ramenzemen. Nou, als Koosje de Beer ze nou gezien wel lekker onder handen neemt. Nou, dames en heren, ik ga eventjes de scène onderbreken. Want of Koosje de Beer echt de ramen gaat zemen van tante Dol... Dat kunnen jullie zelf naar komen kijken. Misschien kan Lena ook eventjes op het podium komen. Lena! Dus Lena Brahms. Lena. Ja. Gezellig. Hallo, gezellig. Gezellig. Oh, ja. God, gezellig. Kunnen jullie wat vertellen? Waar zijn we? Waar zijn de kijkers? Nou, de kijkers zijn dus hier. Ja, hier. Maar waar is hier? In Café Amsterdam. In Café Amsterdam. Café Amsterdam. Nee, we zijn de theatergroep Net Echt. En de naam is Café Amsterdam. En wat is Café Amsterdam, Lena? Café Amsterdam is een... voorstelling dat gehouden wordt in de Kruispunt. En wanneer is dat? In 3 september. En de kruisverkoop is in het supermarkt, de Spar. En ook wat iedereen komen kijken. En, ja, nou zeker. En hoe laat begint het? Het begint zaterdag 3 september om 2 uur. 2 uur tot 3 en 4 tot 5. Oké, en de kaartverkoop is nog niet begonnen. Maar binnenkort bij de Spark kunnen we daar de kaartjes kopen. En wat kost een kaartje? Poeh, dat weet ik niet. Een kaartje gaat 5 euro per stuk kosten. Oh, nou, dat is toch ook niet duur. Dat is leuk. Niks, het is goedkoop. En? Leuk. En gezellig. En gezellig. Nou, nou, hartstikke leuk. Gaan wij nog eventjes verder met de repetitie. Ja. En wij moeten heel hard aan de bak. En hopen dat het heel veel mensen in de zaal komen. Het gaat regenen. Nee. Enorme buien. Ja, ik zie het in mijn koffiedik. Nou, dan is ramen zeven ook het eerste waar jij aan denkt. Nee. Inderdaad, voorlopig ook niet op. Het komt er met bakken uit. Bakken. Hallo, Lena. Gezellig. Oh, wat een lekker weertje niet. Geweldig. Ja. Ja, maar dat is nog wel. Er vandaag maar van genieten, toch? Misschien gaat het morgen regenen. Ja, wie weet. Lena heeft gelijk. Lena heeft gelijk. En ik denk dat ik even moet gaan liggen. Ik heb zo last van mijn benen. Nou, kom dan allemaal even kijken. Het wordt vast wel erg leuk natuurlijk. En we gaan nu weer verder naar het gebaar van de week. Want daar staat Maaike weer klaar. En het gebaar is deze week boot. Het gebaar van de week. Hallo, welkom bij het gebaar van de week. Het gebaar van vorige week. Ja, dan moet ik even nadenken. Ja, dat was vriend. Ik moet even nadenken hoe ik mijn handen deed. Maar zo en dan in elkaar haken.
vriend. Ja, maar goed, dat was vorige week. Deze week heb ik weer een ander gebaar bedacht. Namelijk een boot. Want het is best wel mooi weer. En dan vind ik het leuk om te gaan varen met een boot. Hartstikke goed. Dus die gaan we even oefenen. Let op, je maakt met je handen eigenlijk een soort dakje. En die beweeg je vooruit, zo. Boot. Ja, alsof het bootje zo door het water glijdt. Oh, die is makkelijk. Een heel makkelijk gebaar heb ik. Nou, dat is heel mooi. Laat het nog maar een keer zien. Dus een puntje maken van je handen en boot. Nou, top. Helemaal goed. Dat was het weer voor deze week. Tot volgende week. Dag! Nou ja, volgens mij, Henk de Jong die ligt waarschijnlijk nu al in Amsterdam met de Canoprijd. Dat komt heel mooi uit met zijn boot. We weten nu wat het gebaar van boot is. Ik hoop dat Henk dat nu ook wel 3 keer kan doen daar. En ja, we gaan lekker varen natuurlijk. En over varen gesproken natuurlijk. We gaan nu naar de geestelijke zorg met het lied van de maand. Hallo allemaal, dit is het lied van de maand augustus. En Pharrell die zingt met ons mee. En Glenn die speelt met ons mee en die zingt met ons mee. En we gaan samen het lied zingen, Diep, Diep, Diep als de Zeeën. Ja. Ja, heel leuk liedje. En vergeet ook niet straks, hè, Marcia en Lydia Zimmer, die komen in september. Dus straks zijn er weer kaarten te kopen aan het eind van de maand. Ja? Oké. Okay. De zee, vol, vol, vol als de lucht. Wijd, wijd, wijd als het water. Nou, is Jezus liefde voor jou en mij. Het is net zo diep, diep, diep als de zee. Vol, vol, vol als de lucht. Wijd, wijd, wijd als het water. Nou, is Jezus liefde voor jou. Nou, dit was het lied van de maand augustus. En ik hoop dat je goed hebt meegedaan. Tot de volgende keer. Doei. Doei, doei. Connie en Nelleke, je kent ze wel, vast wel van de berggids, hadden op 23 juli een motorrijdag georganiseerd. We gaan kijken hoe leuk dat was. Wat vind je ervan om hier te zijn? Ik vind het heel leuk om hier vandaag te zijn. Mooi. En je had ook een paar tricks voor mensen die niet zo goed kunnen lopen. Mensen die, die niet goed kunnen lopen, die kunnen met de tricks meerijden. Ja. En het is leuk dat we een lange stoet hier even door het Cerelo heen rijden. Oh, leuk. Dan hoeven we allemaal onze helm niet op. Dat is ook wel leuk. Ja. En ook een beetje stout natuurlijk. Ja, klopt. En Mike, wat doet jou zo om hier op het terrein te rijden met al je vrienden? Nou, zoals ik nou net ook hoorde, want wij hebben de oprichter van onze club bij ons. Heeft zijn broer hier ook gezeten, gewoond, moet ik dan eerlijk zeggen. En mijn dochter heeft hier ook gezeten en dat was Romy Talan. Dus eigenlijk, hè, wij hebben nu een memorial rit gedaan. En dat betekent dat wij al onze overleden broeders gaan herdenken. En ja. Zo herdenk ik eigenlijk vandaag ook een beetje Romy. Oh, leuk. Jongens. Prachtig. Dus het is eigenlijk wel een hele mooie dag zo. Ha. En, nou, en Romy vond het hartstikke leuk als ze bij mij achter op de motor zat. Ja. Ik denk nou, het is ook leuk als jullie dat leuk vinden en met ons herrie willen maken. Ja. Ja. Want motorrijden zijn, ja, we houden van herrie, hè? Nou, waar we nou vandaan komen, ja. Nou, we zijn begonnen vanochtend in Rotterdam. Alleen daar was ik niet bij, want ik was nog aan het werk. En toen zijn we naar Leiden gegaan, want daar hebben we ook mensen die
overleden zijn. Ja. En de laatste hebben we hier in Noordwijkerhout. Daar is onze laatste chapter over. En die hebben we nou herdacht. Nou ja, en nou doen we het een beetje voor Romy. Dat doe je dat toch wel. En voor jullie. Romy ook nog een klein beetje bij jullie. Ja, klopt. Dat doe je toch wel goed. En van de motorritten gaan we richting de rare nieuwtjes met Joey. Joey Dekker presenteert voor het Bergjournaal raar nieuws. Welkom kijkers bij Raar Nieuws aflevering 76. Een 7-jarig jongetje rijdt auto, Zwolle. Een 7-jarige jongen heeft in Zwolle een auto en een woning binnengereden woensdagmiddag. Het kind was in de auto aan het spelen toen hij volgens omstanders de auto startte en het gaspedaal raakte. Waarna de elektrische auto zich in beweging zette en in de woning van de buren terecht kwam. De schade zowel aan de woning als aan de auto. Grootste zoetwatervis. De 4 meter lange rog werd gevangen op een eiland in het noorden van Cambodja, in de rivier Merkom. Er waren 12 mensen nodig om de enorme vis aan land te krijgen. De dier kreeg de bijnaam Borami, wat volle maan betekent. Nadat wetenschappers aan een elektrische chip hadden ingebracht, werd ze weer losgelaten in de rivier. Met de chip kunnen onderzoekers haar bewegingen en gedrag volgen. Dit is erg bijzonder, want het gaat om de grootste zoetwatervis ter wereld, aldus een bioloog. Instagram koning Shahid Sharak heeft een wereldrecord op zijn naam staan. De grootste popcornbak ter wereld. De bak is 9 meter hoog en in totaal passen 170.000 liter popcorn in. De popcorn was al over datum en de actie leverde geld op voor een goede doel. Dit was Raar Nieuws aflevering 76, tot de volgende keer. Dit was de rubriek Raar Nieuws. Nou, Sander die gaat jullie alles vertellen over vogels in zijn rubriek. En dit keer gaat hij het hebben over de adelaar. Hey Sander, ik zat altijd op YouTube te kijken naar adelaarfilms. Ik vond ze heel leuk, kan je meer over vertellen? Ik zou graag van je horen. Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Sander Vogelrubriek. Ja, Martin, daar kan ik wel wat over vertellen. Adelaars zijn grote roofvogels en ze zijn verschillende soorten, zoals steenarend, zeearend of visarend. Ze voelen zich niet klein en groter dieren. Ze vallen hun prooi aan met hun sterke klauwen tijdens de vlucht. Op de grond of in de lucht, in het water. Adelaars bouwen hun nesten die bosjes worden genoemd, meestal op rotsen of hoge bomen. Daar legt het vrouwtje 1 tot 4 eieren. Het broedseizoen is 30 tot 45 dagen, afhankelijk van de soort. De kuikens zijn in eerste instantie wit. Hun donkere veren groeien later naar ongeveer 10 tot 11 weken. Kunnen de jongens vliegen. De meest bekende adelaarsoort is Midden-Europa is de stierenadelaar. Zijn veren zijn bruin en zijn uitstekende vleugels zijn ongeveer 2 meter breed. Hij woont voornamelijk in de Alpen en rond Middellandse Zee, maar ook in Noord-Amerika en Azië. De steenarend is zeer krachtig en kan op zoogdieren jagen. De zwaarden zijn dan hij zelf en vangt meestal konijnen en mammotten, maar ook jonge herten. En herten, soms ook reptielen en vogels. Heb je ook een vogelverzoek? Stuur een mailtje naar bergjournaal@surlo. Dag, tot de volgende keer. Nou ja, we blijven toch nog een beetje in de lucht, want de adelaar die vliegt natuurlijk ook in de lucht, wat jullie gehoord hebben. En dan gaan we naar Koen. En Koen heeft namelijk eigen drones. En die heeft nu eigen dronebeelden gemaakt van ergens in het zorgpark. En misschien herken je de plekken wel. Ja.
weet jij nou hoe ver een marathon is? Nou, professor en professor, die zochten het weer voor jullie uit. En weer ben jij het eerste wat je ziet. Ben ik het eerste wat je... Dit moet nee, ik beter... Nee. Ik moest dit helemaal meeslepen. Oh, ja. En... Ik moest dit helemaal meeslepen. Ja, nee, ja, jojo, ik ben toch zo aan het sporten, hè? Ja. En ik doe nu de marathon. Oh. Ja. Ik heb nieuwe schoenen gekocht, kun je niet zien. En dat is een speer, maar het is een end, jongen, een end. Een verschrikkelijk lang end. Kom geen end aan. Wat is het end? 2 kilometer, 4 kilometer? 2 kilometer, doe even normaal, man. 8 kilometer. Hoe lang is een marathon? De tijd tikt. Hey Siri, ja, hoe lang is een marathon? Ja. Nou, de marathon is 42 kilometer, 135 meter. En zeker die 135 meter op het einde. Ja? Zwaar, jongen. Zwaar. Wow. Maar waarom is het nou precies 100... Dus ik heb mijn koffer mee. En dat laat me niet uit. Want ik ga naar het buitenland, ga ik marathon lopen. Ja? En nou, hier zit mijn kleren in. En dus mijn flesje drinken voor onderweg. Oké. Okay. Ja, dus zo. Dan had ik bedacht, als jij nou mee fietst voor mijn drinken aan te geven, ja? En je neemt die koffer mee, want daar zitten schone kleren in. Hoeveel kilometer zei je? 42 kilometer, 135 meter. Ja, ja. Nee. Nou, dat mooi, niet doen. Fijn. Ik zei nee. Deze, ja, je zei ja. Nee, ik zei nee. Dan heb ik vervoer geregeld en weer mij zo even in Griekenland afzetten. Griekenland? Ja, even op de fiets zien, want daar begint die marathon. Niet naar hem luisteren, dat gaat totaal weet niet doen. Weet je waarom een marathon zo ver is eigenlijk? Dat weet jij. Jij weet alles over marathon. Je fietst dat ding, dus dan zou je toch ook moeten weten nee, waarom die zo lang is. Dat weet ik ook niet. Ik vind het leuk. Maar heel erg lang eind, deze uitdrukking. Laten we dat eens uitzoeken. Ja, waarom is het uit? Marathon, 42 kilometer en 195 meter. In 490 voor 0 wordt de slag bij Marathon gestreden. Een invasiemacht van de Perzen wordt in de pan gehakt door de legers van Athene. Om dit heugelijke nieuws aan het thuisfront te melden, wordt de boodschappenjongen Pheidippides op pad gestuurd. Pheidippides rent 40 kilometer zonder te stoppen en bij aankomst in Athene roept hij: "Yippie, we hebben gewonnen!" Hij stort in elkaar en de ultieme cooling down kan beginnen. De legendarische prestatie van Pheidippides wordt herdacht met een renwedstrijd tijdens de klassieke Olympische Spelen. En ook tijdens de eerste moderne Spelen staat de marathon op het programma. Die wordt weer gewonnen door een snelle Griek, Spyridon Louis. Onderweg wordt hij volgestopt met melk, sinaasappelsap, paaseieren, bier en wijn. En dan nog lukt het hem om binnen 3 uur te finishen. Champagne! Tijdens de Spelen van Londen in 1908 krijgt de marathon een koninklijk tintje. De start is bij Windsor Castle en hij eindigt voor de koninklijke tribune in het stadion. Een afstand van 42 kilometer en 195 meter. Tegenwoordig de standaardafstand voor de marathon. En die afstand van 42 kilometer en 195 meter is makkelijk te onthouden, want het is precies 2 keer een halve marathon. Dus die gozer, die liep dat vroeger dat hele eind van A naar B, even een pakketje afleveren, ja, stort hij neer. Dat is wel een beetje jammer, maar hij stortte dus neer na 42 kilometer, 135 meter. Maar het pakketje was al afgeleverd, op de boodschap. Ja. Zijn auto's de weg naar Rome, ja. Nee, Athene. Ja. Nou, dit was hem voor deze week. Leuk dat jullie kijken en we gaan weer verder met trainen. Dat is direct. Ik denk dat het leuk effect voor het filmpje, maar. Nou, dat was het. En wie kan de studio weer gaan dweilen? Juist. Precies. Ga je gang. Waar is die mop? Oh, hier. Nou ja, een marathon is best wel ver lopen, hè? Ik trek het niet. Althans, lopend misschien nog wel, maar hardlopend? Nee, echt niet. En we gaan lopend naar de reclame. Ben jij ook
ook zo dorstig met dat warme weer? Nu appelsientje of dubbeldrank. Maar voor slechts 1,29. Ik heb gewoon zin in gewoon gevulde koeken. Of in lekker vruchtengebak. Voor maar 99 cent. Nou, Bart die vertelde weer hele leuke moppen. En ja, het wordt weer lachen, gieren. Beginnen maar. Hallo Henk. Heb je een paar hele goede grappen? Ja, ik heb een lekkere smakelijke zelfs. Weet jij waar bananen nou eigenlijk vandaan komen? Nee, groeien. Ja, aan een bananenboom. Zie je, ik moest dan een aap vragen. Leuk joh. Een man gaat schoenen kopen. De verkoper vraagt. Zegt, ze knellen wel een beetje. Oh, zegt de man, dat maakt niet uit. Dan houd ze toch volgende week op. Het is schreeuwend, zit op mijn stoel. Een pak van hier, vla. Nee, een zitstro. Een zitroen. Geweldig. En mijn vrouw komt een kledingwinkel binnen en zegt: mag de rode jurk uit de etalage passen? Natuurlijk, mevrouw, zegt de man. Verkoper. Maar je kan het ook in een pashokje passen. Ja. Een man komt bij de dokter en zegt, dokter, kunt u me helpen met mijn verstopte neus? Oké, zegt de dokter, ik kom wel helpen zoeken. Dat was wel de laatste hoor. Dat was de laatste. Nou, Bart, tot de volgende keer. Dag. Dankjewel. Hoi. Beginnen maar. Het afgelopen zomerfeest weten we nog allemaal. Die gezellige zomerfeest met het prachtige weer. Zong Django Wagner. Ik moet het wel even goed zeggen. Het is weer weekend. Het is weer een nieuwe dag. Wakker wat ik ben al wat. Het is weer weekend. Het is een lange week. Het is weer tijd voor een feest. Iedereen gaat aan de zwier. Iedereen dat met elkaar van s'avonds gaat het morgen vroeg. Met mijn vrienden drink ik hier, maak het weer gezellig. Ieder weekend dat je boven s'avonds gaat het morgen vroeg.
gezellig hier. Iedereen gaat aan de zwier. Iedereen is met elkaar van s'avonds aan het zwangen. Met mijn vrienden drinken, ik maak het weer gezellig hier. Iedere weekend dat je boven s'avonds laat het zwangen. Martin heeft een nieuwe special gemaakt over drukwerk. Kennen jullie deze band nog? Goedendag CLO's, leuke special van drukwerk van Harslinger. Drukwerk is in 1978 opgericht door Harry Slinger, Ton, Joop en Hans. De eerste liedjes zijn protestsongs, onder andere tegen atoomenergie. In 1981 neemt Drukwerk de eerste LP Drukwerk op. De single Je loog tegen mij wordt een nummer 1 hit. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was, loog dat je dat. Tot halverwege de jaren 80 scoorde Drukwerk verschillende hits. Drukwerk gaat in 1990 tijdelijk uit elkaar omdat Nederlands lied minder populair wordt. En Drukwerk gaat hits meer heeft. Harry Slinger ging toen solo. Waar kan het zo gezellig zijn? Als avonds op het Rembrandtsplein in Malkum. Bij elke kroeg naar binnen gaan, van het Leidseplein tot de Jordaan in Malkum. In 2000 maakte Harry Slinger een clublied voor FC Volendam. Daarnaast was hij deelnemer van het televisieprogramma Big Brother Vips. En speelde hij de rol van zijn jeugdheld Johnny Jordaan in de film De Zwarte Meteor. Voor het eerst in ruim 25 jaar verscheen er in 2013 een nieuwe album Tegen Beter Weten in. In een nieuwe bezetting met onder meer Harry Slinger's zoon Bram. In 2014 hebben ze hun laatste hit Schijn een lichtje op mij. Harry Slinger blijft met jongere mensen samenwerken en speelde hij in coronatijd in zijn huiskamer een oude hit Ik verveel me zo in Amsterdam Noord. Want ik verveel, ik verveel. Dat was de Drukwerk speciaal. Tot de volgende keer. Nou, volgende keer een special van Gevoelens Co, als het goed is. Of een andere die je niet vond leuk wel. Doei doei! Maar ik heb trek in wat lekkers, dus we gaan gauw naar de bakkerij.
Ja, beste kijkers, en dan is het nu weer tijd voor de baktip van de week. We gaan gauw naar de bakkerij. Hallo allemaal, het is een nieuwe baktip van de week. Wat is deze week de tip, Reina? Nou, deze week hebben we als tip: hoe kun je het beste cakebeslag verdelen? En ja, daar hebben we ook een tip voor. Kijk maar. Oké, nu hebben we de baktip van deze week. Want wat ben je nu aan het doen, Sylvia? Kruidkoek aan het maken. En je doet dat met zo'n grote ijsschep erin. En waarom is dat handig? Dan kan je makkelijker wegen. Makkelijker wegen en ook veel minder knoeien, hè? Omdat je met een spatel of een emmertje werkt. Of met een schepje bedoel ik. Ja. Hey, goede baktip. Dankjewel. Zo, wat is het? Weinig geknoei vergeleken met een spuitzak. Goeie tip, Reina. Dit was het weer voor deze week. Tot de volgende baktip van de week. En dat hebben we dan maar weer mooi geleerd daar bij de bakkerij. We zien ze graag volgende week weer terug. Nou ja, Ernst en Bobby die waren weer op het zomerfeest geweest de afgelopen keer. Nou, dat was best wel leuk natuurlijk. De tent zat ook behoorlijk vol, moet ik eerlijk toegeven. En ze zongen weer een liedje en dat was Er ligt een aap in mijn bed. Ik heb speciaal voor vandaag voor jou een cadeautje. Wat voor cadeau heb je voor mij? Ik heb iets heel leuks verzonnen voor jou. En ik hoop dat alle jongens en meisjes het leuk vinden. Ik heb voor jou een liedje gemaakt. Dat meen je niet. Ja. Jongens, ik werd vanochtend wakker. Ik keek naar Ernst en ineens had ik een liedje in mijn hoofd. Ik dacht ineens, ja, ik ga een liedje voor Ernst maken. Dus ik heb een heel nieuw liedje voor jou gemaakt. En ik ga het vandaag voor het eerst met iedereen zingen. Hé, maar wacht even. Is dat een liedje? Wacht even, Bobby. Het is een liedje voor mij. Is het een liedje voor mij? Of is het een liedje over mij? Nou, het gaat over jou, maar we zingen het voor jou. Dus allebei. Maar ik moet even een stoel hebben. Wacht even, pak even een stoel. Maar jongens en meisjes, dat is toch ontzettend lief dat Bobby voor mij een liedje heeft gemaakt? Ja toch, ik wil een keihard applaus voor mijn vriend Bobby. Nou Ernst, als jij lekker gaat zitten, dan wil ik aan jullie vragen of jullie mee kunnen doen. Kunnen jullie allemaal je rechterhand in de lucht doen? Iedereen zijn rechterhand in de lucht. En wijs eens naar Ernst. Wijs eens naar Ernst. Dus rechterhand in de lucht en wijzen naar Ernst. En kunnen jullie dan met z'n allen zeggen, die lijkt op jou. Doe eens, die lijkt op jou. Maar nou heel hard, die. Ja, die lijkt op jou en dan wijs je naar Ernst, dat is leuk. Wat leuk, een liedje voor mij. Ja, nou als je gaat zitten, jongens, het hele liedje heet, er ligt een aap in mijn bed, die lijkt op jou. Nou, als jullie dan dat dadelijk meezingen, start er maar in. Wat, Bobby? Hoe heet het liedje? Er ligt een aap in mijn bed, die lijkt op jou. Oké, klappen maar, klappen maar. Oké. Nou, je hand in de lucht. Wijs naar Ernst. En zing zo hard als je kan. Er ligt een aap in mijn bed, die lijkt op jou. Ja, een aap in mijn bed, die lijkt op jou. Best wel zielig als die aap jou wezen zou. Er ligt een aap in mijn bed. Als jij heeft die mooie blauwe ogen, net als jij eet die graag een banaan. En heeft die leuke blauwe apen ellebogen. En net als bij jou Ernst, kan ik hem niet verstaan. Zing maar mee, er ligt een aap. Zingen voor jou. Ah, leuk. Een liedje wat gaat over jou. Ah, leuk. En dit liedje gaat over jou en die andere gaat over mij. Ja. Leuk. Oké, zingen we nog één keer voor jou. Er ligt een aap in mijn bed. Die lijkt op jou.
Is het liedje klaar? Nou, ik weet eigenlijk niet. Is het liedje al klaar? Nog één keer. Er ligt een aap in mijn bed die lacht. Leuk! Ja, nou is die klaar. Nou is die klaar. Nog één keer wil je. Je mag het nog een keer doen hoor. Er ligt een aap in mijn bed die lijkt op jou. Leuk nog. Ja, een aap in mijn bed die lijkt op jou. Oh, ik vind het zo leuk, Ernst, dat iedereen. Nog een gezellig liedje van het Zomerfeest. We blijven er toch even bij, want het is toch een klein beetje feest, het Bergsen dan natuurlijk. De band Samen 100 Decibel speelde Zeg Roodkapje. Zeg Roodkapje, waar ga je heen? Dus zo alleen, zo alleen. Zeg Roodkapje, waar ga je heen? Dus zo alleen. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Maar in het bos zijn ze wilde dieren. In het bos, in het bos. In het bos zijn ze wilde dieren in het bos. Hé, hey, ik ben niet bang voor de wilde dieren. Ben niet bang, ben niet bang. Ben niet bang voor de wilde dieren. Ben niet bang. Ik zal eens zien als jij niet bang bent. Zal eens zien, zal eens zien. Zal eens zien als jij niet bang bent. Zal eens zien. Pas maar op, want er komt een wolf. Pas maar op, pas maar op. Pas maar op, want er komt een wolf. Pas maar op. Hey, we waren niet bang, hè? Het Zomerfeest. We zijn allemaal niet bang. We zijn nog helemaal in de sfeer van het Zomerfeest. En hier komt Bart Heemskerk met Je bent Alessie. Ja, na, 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 na. Ik kwam jaren tegen in een bar. Twee donkerbruine ogen, ik kon ze niet vergeten. Oeh, oeh, oeh. Nachten vol van romantiek, Spaanse klanken van muziek. Ik vroeg toen hoe ze heette, en ze zijn nog niet. Komt-ie! Nu lacht geluk me toe, in alles wat ik. Ja, ik ga leven. Vergeet die eenzaamheid, dat is verleden tijd. Ik wil weer geven. Want als ik jou weer zie, je bent met alles zien. Ja, ik ga leven. Oeh, jij koos voor mij en ik voor jou. Ik hou zo van jou. En zo moet het leven zijn, jij en ik hier samen. Oeh. Wat is het leven toch veel waard, als je de liefde zo ervaart, jij en ik hier samen. Oeh. Oké, daar komt ie. En nu lacht geluk me toe, in alles wat ik doe, ja ik ga leven. Vergeet die eenzaamheid, dat is verleden tijd, ik wil weer geven. Want als ik jou weer zie, je bent met alles zie, ja ik ga leven. Oeh, jij koos voor mij en ik voor jou, ik hou zo van jou. Ja. Ja, 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 na, na, ja, na, 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 ja, na, 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 ja, na, 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 ja, na, 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 ja, na, 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 na. Want als ik jou weer zie, je bent met alles zie, ja, ik ga leven. Jij koos voor mij, niet voor jou, ik hou zo van jou. Jij komt voor mij, niet voor jou.
ik hou zo van jou. We gaan richting Boy, want die had weer drie grappige films. Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Dag kijkers van het Bergjournaal. Wat fijn dat jullie kijken naar It's Me, Berg Boijmans, aflevering 63. Jazeker, 63 alweer. Geweldig. Ik ben weer super blij dat ik weer deze prachtig mooie aflevering in mijn prachtig mooie studio met mijn super mooie televisie en mijn super mooie omgeving voor jullie mag gaan presenteren. Geweldig. Zoals elke week heb ik weer een top 3 voor jullie. En omdat de filmpjes deze week super kort zijn, ja, zoals wel vaker de laatste tijd, laat ik nummer 1 deze week twee keer aan jullie zien. Ik ga alvast een hint geven. Nummer 1 gaat over COVID-19. Geweldig. Jazeker. Ik ga zo meteen samen met jullie de nummer 3 van deze week kijken op mijn televisie hier in mijn prachtig mooie studio. Geweldig. Nummer 3. Zo'n schommel zou ik graag ook in mijn tuin willen hebben. Ja, heel knap gedaan ook. Hier is de nummer 3 van deze week. Ik ga gezellig als Berg Boijmans zijnde met jullie meekijken. Hey, geweldig hè? Ik ga nu kijken. Ja, jullie ook toch? Hey, veel kijkplezier. What it takes to Oei. Heel eerlijk gezegd, beste kijkers van het Bergjournaal. En natuurlijk, It's Me, Berg Boijmans. Want daar kijken jullie nog steeds naar. Geweldig. Ik vind deze schommel eigenlijk wel een beetje gevaarlijk, als ik het eerlijk zeggen mag. Geweldig. Nou, dat was de nummer 3 van deze week. En nummer 2. Ja, luister goed. Deze man, die kan zijn eigen ogen niet geloven. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat komt. Hier is de nummer 2 die ik samen met jullie ga kijken. Veel kijkplezier. Geweldig. Ja, ik ga hem gezellig met jullie kijken. Veel kijkplezier. Geweldig. Once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the waterman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and... Ah, oh jee, oef. Ja, ik snap wel dat deze man zijn ogen niet kan geloven, want een auto die ineens huurt, midden door het verkeer rijdt op de snelweg, dat hij nog overleeft ook. Zo, ik knetter, ik heb mijn eigen ogen ook niet geloven. Ik geef deze man gelijk. Je kijkt natuurlijk nog steeds naar It's Me, Berg Boijmans, aflevering 63. En ja, daar zijn we dan eindelijk bij de nummer 1 van deze week. Wat vinden jullie van de nieuwe zomerhit van 2022, wat dus over COVID-19 gaat? Die hint had ik natuurlijk al gegeven aan het begin van deze aflevering. Geweldig. En nummer 1 laat ik zoals altijd voor een tweede keer aan jullie zien. Geweldig. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de nieuwe zomerhit vinden van 2022. Ik ga gezellig met jullie meekijken. Veel kijkplezier. Geweldig. Zeg maar, het is weer terug corona. Net nu, ik ging naar de Stones in de arena. Ik had me er nog wel zo enorm op verheugd, ja. Fucking corona. Ja, zeg nu, het is maar weer terug corona. Net nu, ik ging naar de Stones in de arena. Nou, beste kijkers, ik krijg mijn buik bij van het lachen. En ja, dat is dus de nieuwe zomerhit van 2022. Geweldig. En ik laat hem nog een keer aan jullie zien. Ik doe hem alvast even voor. Zeg nu, het is maar weer terug corona. Net nu ik ging naar de Stones in de arena. Geweldig. We gaan gauw kijken. Ja, voor de tweede keer. Ik vind hem zo leuk. Ik ga hem nog een keer met jullie kijken. Veel kijkplezier.
Zeg maar, het is weer terug corona. Net nu ik ging naar de Stones in de Arena. Ik had me er nog wel zo enorm op verheugd, ja. Fucking corona. Zeg, het is maar weer terug corona. Net nu ik ging naar de Stones in de Arena. Geweldig, beste kijkers. Ja, dit was het alweer, de top 3 van deze week van Bert Boijmans. Aflevering 63. Ik heb superveel genoten om dit hier met jullie te mogen delen. Hier in het Bertjournaal. Ja, in het Bertjournaal. Geweldig. Ja, laat ook even in de reacties weten, hè, van deze Bertjournaal aflevering. Wat jullie van mijn superleuke aflevering vonden van It's Me, Bert Boijmans, hè, onder in de video. Laat lekker de reacties weten. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Bert Boijmans gaat weekend vieren. Joepie, weekend. Ik heb er super veel zin in. Ik zeg doei doei. Adios amigos. En tot volgende week in, ja zeker, alweer aflevering 64. Hey, doei doei. Haha, geweldig. En het is nu stil aan de overkant. Het is stil. I'm the overcome. Boijmans. Nou, buikpijn natuurlijk van het lachen bij jullie, denk ik. Het is ook allemaal flauwekul, hè, natuurlijk. En zaterdag 13 augustus komt na 3 jaar het bloemencorso weer op het Zorgpark. En we hebben beelden uit 1938, dat is best oud, voor de Tweede Wereldoorlog zelfs, waarin te zien is dat het zorgpark toen ook al betrokken was bij het bloemencorso.
Nou, beste oude beelden natuurlijk, hè. Nu komt er ook nog een reportage van 7 jaar geleden, toen het Corso ook op het zorgterrein was. Hallo allemaal, het is vandaag 8 augustus. We zijn bij de 70ste editie van het Bloemencorso. De eerste auto komt er nu aan. En er zullen 70 auto's voorbij komen, personenauto's, praalwagens. En het is ook nog een heel speciaal thema, daar ga ik zo wat meer over vertellen als de wagens langskomen. Hier is de eerste auto. Hoe vind je de auto, Rini? Oranje bloemen. Oranje bloemen. Allemaal veel bloemen. Branken. Oh, en zonnebloemen. Zonnebloemen. Zie je ook een paar roosjes. Mooi hoor. Het thema van dit jaar is muziek. Heel veel auto's spelen een nummer af op hun praalwagen. En dan is het thema van de wagens zijn dus ook liedjes. Dus we gaan zo even kijken of we een paar kunnen herkennen. Het thema van dit jaar is dus Sound of Flowers. Dat is Engels voor het geluid van bloemen. En alle praalwagens hebben de titel van een liedje. En dan wordt dus ook een liedje afgespeeld op die praalwagens. En dan heb je helemaal een thema en wat bij het liedje past. Dus het is heel leuk om te zien. Ja, dit is dus een supergoed voorbeeld van het thema. Want dit liedje wat je nu hoort is Edelweiss. Dat komt uit The Sound of Music. En het hele thema van deze wagen is dus ook Edelweiss. En mooi musical beeld. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my heart. Mag ik een vraagje stellen, jongens? Meiden, hoe vonden jullie deze eerste mooie auto? Heel mooi. Ja? Er komt weer een praalwagen aan. Kan je een verslagje doen van wat je allemaal ziet daar op die praalwagen? Rozen. Hyacinta's. Lavendo. Oh ja, ja. Ruikt ook lekker. Ja. En ik zie ook wat eucalyptus daar tussen. Eucalyptus, ja. Oftewel heel veel verschillende bloemensoorten. Er worden allerlei bloemensoorten gebruikt. En, je kijkt je ogen uit. Dag Nasje. Ik kloon nu even naar de prinsessen die er op de wagen staat. Hallo, mag ik wat vragen? Ja hoor. Je was de hele dag op zo'n mooie wagen staan. Het is ontzettend leuk. Er zijn zoveel enthousiaste mensen. Het is echt heel leuk om te doen. Wie stelt u nou voor? Bent u een bepaalde prinses? Of? Nou, we zijn van de Rose Garden en ik ben Lynn Anderson. Maar die is helaas vorige week overleden. Het is stralend uit. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses grow when I'm starting to grow. Volgens mij hebben wij de kleinste autootjes van het Corso al gespot, hoor. Schouw aan. Op deze auto wordt dus live muziek gespeeld volgens mij. En er is een hele band aanwezig op de praalwagen. Did you have to go to jail? Was your house enough to sell? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a tail. Hope you found the right man who fixed it for you. Since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come along? Thank you.
vind het mooi. Ik vind het mooi, jongens. No pictures, please. Hebben we het al gedaan? No pictures, please. Hallo. Goedemiddag. Ben je portretrecht, hè? Ja, nee, dat kan niet. Kan je zo krijgen? Ik heb Monopoly geld. Het is allemaal verschillende wagens. En deze wagen stelt een pauw voor. Je ziet daarvoor zie je een wit pauw. En dan zie je heel mooi met allemaal verschillende bloemen. Zie je zo de staart van de pauw. Mooi versierd. Ik kom net aan, gelukkig kan je nog een deel meepikken. Ja. Hoe vaak heb je het bloemencorso al gezien? Heel veel, ja? heel vaak ja. Ja, want het is nu de 70ste keer. Ja. Dus hoe vaak denk je dat je daarbij aanwezig bent geweest? Oh, dat weet ik niet, maar echt heel veel jaren. En hoe vind je het thema met de muziekjes? En, ja, leuk, Sound of Flowers. Ja, helemaal goed. Zalig aan. Heb je al liedjes herkend? Nou, deze lied ken ik wel, maar die andere niet zo. Ja. Een supermooie wagen. Wat denken jullie dat het thema is? Ja? Heb je al een thema gespot? Ik denk iets van... Ik gok dat het thema iets van Romeins is. Iets oud. Het ziet er supermooi uit in ieder geval. Ik heb hem ook. Tweede wagen met supermooie live muziek, denken wij. Ze gaan denk ik zo spelen. Ze zitten er helemaal klaar voor. Martijn is de grote beroemdheid, want hij staat namelijk op alle petjes die we zojuist hebben gekregen. Max! Ja, dat klopt, ja. Ja, en hoe denk je dat mensen zullen reageren als je het petje draagt? Want het is toch wel... Ik denk dat ze wel het grappig zullen vinden en zullen lachen en dat ze enthousiast zijn. Ja, Max is natuurlijk een omroep op tv en kijk eens achter je. Oké, we hebben nu dus petten met Max' naam erop, pennen en we hebben ook nog een bus. Max, het kan niet beter. Meerijden. Ja. Je staat nu al een tijdje hier zo te kijken vanaf het begin volgens mij. Ja. Hoe vind je het tot zover? Mooi. Heb je al één wagen die echt de mooiste was? Die dat liedje zong van... Valerie? Ja. Ja, live act. Ja, die vond ik ook mooi hoor. Ja. Ja, leuk, dankjewel. Er komt weer een supermooie wagen aan. Deze heeft een soort van Duits thema met een Duits liedje erbij. Het is echt bizar hoeveel mooie bloemen erop zitten. En er hebben ook 150 mensen aan al deze wagens gewerkt om al deze wagens zo super mooi te krijgen. Ja, we zien hier, we krijgen nu wel nog een soort live concert, maar sommigen zijn al een beetje moe bij het idee, want de hele dag is al voorbij. En ze gaan nu in het restaurant eten, dus ja, ze spelen toch nog even mooi voor ons. Ikatje, hoe vind je het bloemencorso tot zover? Mooi? Een kusje, nou dat is echt genoeg.
Dankjewel. Dat is een mooi bloemencorso, toch? We zien hier een wagen en ik denk dat we een Frans liedje horen ze nu. Ja, want we zien Arc de Triomphe en een schilder. Kijk, een Franse schilder. Ah oui, ah oui. Oh, kijk, allemaal kunstenaars en oude Franse lakaien. Ja, thema Frankrijk, spat er vanaf. Patrick, weet jij nog een lied dat met dit thema te maken heeft? Ja, ik geef je een roosje en een roos van Conny van der Bos. We hebben hier te maken met een echte kenner. Dat ja. Is hier weer. Ja. Patrick, de kenner. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Hoe vinden jullie het corso? Ja, leuk. Ja, wel leuk? Ja, wel. Ja, mooi? Ja. En hoe bedoel je het? Ik was zo verrassing. Ik zag mijn neef en die had de mooiste auto van de corso. Ah, wat was dat? Een mooie Renault was het. Ik was helemaal trots op hem. Dus, ja. Heel leuk om lekker in het zonnetje zo even te kijken. Ja, leuk, leuk thema ook, vinden wij. En, ja, heel mooi. Heel, heel leuk. Dat, wij net aan het, dat ik net aan het werk was natuurlijk. Hè. Ja, dat leuk. Ja, ja. Nou, we dachten eerst even een ongeluk gebeurd, maar dat is niet het geval. Dus wij voelen ons ontzettend veilig. Hier staan we tussen al die mensen. Nou, dit is dan echt het einde van het corso. Er zijn ongeveer 70 wagens voorbij komen rijden. En nu zijn de verkeersregelaars aan de beurt. Dus dat zegt dat we aan het einde zijn. Het was een heel mooi corso, toch vet? Mooi, ja. Ja, ja, mooi. Prachtig. Nou, nu staan inmiddels alle auto's geparkeerd. De mensen zitten in het restaurant. En we hebben door het hele item heen allemaal informatie gegeven. En daarom nu even een korte samenvatting van alle feitjes op een rij. Wist je dat er wel 150 mensen aan al deze wagens gewerkt hebben? Dat het 70ste bloemencorso is en dat er daarom ook 70 wagens in totaal aan het bloemencorso meedoen. Dat eerst de term van bloemencorso was, maar dat nu omdat zoveel toeristen ook komen, de Flower Parade is bedacht. Dat elke wagen een speciaal thema heeft en daar wordt een muziekje afgespeeld. En daardoor vond het een heel mooie bloemengroet, want je hoort allemaal verschillende muziek en heel mooi. Nou, genoeg bloemetjes gezien? Denk het wel, hè? Want sommigen hebben inmiddels al een hooikoorts gekregen. Ik sluit af natuurlijk, dus ik zeg alvast toedeledokie en we gaan naar Tommy Brexit met het weer. Goedendag, kijkers van BCL, hier is Tommy Brexit! Yeah! Tommy, Tommy! Ha! Thank you, thank you, thank you! Hallo, Bergjournaal-kijkers van het Bergjournaal, Bergjournaal-kijkers. Hier is Tommy, ja, en wat doet Tommy hier? Nou, natuurlijk, weer het weer. Oh ja, Tommy, hoe weet je dat dan? Ik zeg ook maar wat, het komend weekend is mooi weer. Het is graadje of 22, lekker van temperatuur, droog, ja, nou... En dus dat is de aangename temperatuur. Smeer je wel goed in. Scherpe zon. Dan de komende week. De komende week wordt het wel een graadje of 25, 26 over de hele week. Over de hele week, Tommy. Ja, over de hele week. Zeg ik toch. Luisteren. Dus smeer je goed in. De tweede helft van de week, vanaf de donderdag, is er een klein spatje, klein kansje op een spatje regen. Hoe zeg je dat, Tommy? Een klein kansje op een spatje regen. Oh ja, hoe weet je dat? Dat denk ik. Oh ja, waarom denk je dat? Omdat het zo is. Luister maar naar Tommy. Maar het is dus warm. Extreem warm. En verschrikkelijk warm. Oh ja, ja. Dus, Tommy gaat zich even aankleden. Ja, zijn blouse zat in de was. Nou, is met deze warmte niet zo heel erg. Maar ja, dat staat een beetje, hè? Dan denk ik van, nou Tommy, jij mag er zijn. Dus, we zijn er weer de volgende keer. Tot de volgende keer weer. Toedeledokie. Mevrouw, waar zijn mijn kleren? Waar zijn mijn kleren? Zij kan weer naar muziekles. Welkom terug. En zijn sportschool kan weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand houden en er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Daardoor kunnen wij weer naar de dierentuin. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer.